Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, we zijn vandaag op dinsdag aanbeland. Ik heb vanmorgen Carmen afgeappt, want was niet toe in staat om eruit te komen. Nee, ik was zo beroerd als een hond en nog. Een knallende hoofdpijn. Dat ik zag alles draaien en tollen, maar maakt niet uit. Ik ben er nou wel. Laat leven. 13:31 Ik ben nauwelijks beneden. Ja, ik heb vrolijk een wc'tje al schoongemaakt. Maar ik. Nee, ik. Zoveel pijn. Ik bekijk het maar. Maar oké. Dat hoort bij ziek zijn, zeggen ze. Hè? Ja. Dus daar kan ik niks aan doen. Nee. Dat komt de donderdagmiddag. Dan maak je dan mijn huisje maar schoon. Simpel zat. Ik zal er vandaag of morgen nog even een rubberen bezem er doorheen gooien. Nou ja, dat haal je ook wel weer vuil mee bij elkaar. Ik wens jullie ook nou weer natuurlijk welkom bij een nieuwe vlog. Al vlog ik wel niet veel en dan is er niet veel te melden. Het is altijd wel even leuk om jullie op de hoogte te brengen van het reilen en het zeilen. Bij Corina en de beestenboel, dus ja. Nou ja, Corina is ziek, de diertjes, ja, Ewin, daar zit ik nog steeds mee met bijvoeren. Frodo, die moet ik weer een beetje in de gaten gaan houden, want die was vanochtend, het was nog donker, dus hoe laat het was, weet ik niet, was die weer knap lastig. Dus ik neem vanavond wel de koffie mee, ja. En Gandalf, nou, die heb ik de hele nacht niet vernomen. Ik weet niet waar die was, hij was wel in huis en boven, maar... Hou eens even op, man. Ja, ophouden. Even ophouden. Wat een dikkie. Maar in ieder geval, Frodo die wel aandacht, ook logisch, hè. Ook logisch. Hé, kereltje. Oh, nou ben je wel lief, hè. Ja, nou ben je wel lief, hè. Ja, globetrotter. Nou, in zover ik weet krijg ik straks mijn vrouwelijke begeleidster op bezoek. Dus ja, dat wachten we ook af. Want dat weet ik niet. Nee, ze werkt hier vlakbij. Het steunpunt is hier vlakbij, dus. Nou, daar heb ik verder niks mee te maken, want het hele steunpunt niet. Kom maar liever niet dan wel. Ja, ik ga er altijd, ik ga er één keer in het jaar erheen. Kerstborrel, maar het is geen borrel, het is gewoon van die namaaktroep hoor. Er zit geen alcohol in. Nee hè, Frodo? Nee. Nee, maar ach ja, dan laat je toch je hoofd zien. En voor de rest boeit het me niet. Wat is je meisje? Ja, ik kom ook bij jou hoor. Ja, ik kom ook bij jou. Hé, meisje. Mooi die lieve, op gooitie. Hé? Ja, maar jij, ik heb jouw eten al op de grond gehad. Ja, je hebt er wat van gegeten, maar niet veel. Maar je krijgt het straks wel weer op. Maar oké, lieve vrienden, ik ga nog even een bakje koffie doen en een broodje klaarmaken. Want ja, ik heb uiteraard nou nog niet mijn lunch gehad. Mauw, mauw, mauw. Oh ja? Ja, je krijgt ook een schat. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag, want het is prachtig mooi weer. Het zonnetje die schijnt, de lucht is blauw. Het heeft wel geregend, want de grond is nat. Enkele plassen zijn al wel weg. Vanochtend vroeg heeft het geregend, dat weet ik. Ja, het is nog aan het drogen. Ja, hè? Gandalf. Dus ja, zomaar. Toen was ik wat wazig. Nee, boeien, lekker belangrijk. Ik zou zeggen, tot later. Jij, Frodoetje, is weer blij en ik heb weer nieuwe batterijen in de lamp gedaan. Hé, ik heb Frodoetje weer in het zonnetje, hè? Oh nee, in het lampje. Ja, je bent een lief schat. Hé, je bent een lief schat. Oh, zo lief. Dankjewel. En daar zit ons prinsesje, die het net vergeten.
Ja, vrouw loopt naar de keuken met het bordje van eeuwen staat daar nog. Dus je moet even oprapen voordat hij eraan komt. En dat willen we niet hebben. Daar heeft ze even net van zitten te zwellen en te smikkelen. Zo, weer eromheen. Ja, en dat staat er nog. En dat zit er nog in. Moet ik er nog steeds uithalen, maar dat heeft zo zijn redenen. Ja, dat heeft zo zijn redenen. Ik ben bezig geweest met mijn camera leeghalen. En ik had ook nog een telefoonfilmpje staan wat eraf moest. Wat erbij hoorde. Dat ik heb nou in 3 mappen staan om te gaan renderen. Dus een film ervan te maken. En dan kom ik dan naar YouTube. En ik heb mijn persoonlijke begeleidster van Seroloog gehad. Nou ja, en dan kan je niet veel doen. Nee, dan schiet dat niet op. Maar dat ga ik nou eventjes doen. Dus dan is het straks schoon en netjes en spik en span. En daar kan ik nou niets van zeggen. Dus ik ga dat nou eventjes doen. Mag ik het los van die lamp? Ik krijg nog meer hoofdpijn van dan ik het al heb. Dus ik doe hem uit. Ja, ik ga hem uitdoen voor mezelf. Zo. Ga ik zo zitten, zien jullie me ook hopelijk. En dan doe ik het licht hier al aan. Kijken of dat voor jullie helpt. Dat is 1. En dat is 2. Nee, nog niet veel, hè? Ja, wel iets. Zo, doe ik het zo even. En dan ga ik die troep daar opruimen. En dat daar liggen. Dus nog genoeg te doen, zou ik zo zeggen. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, daar zijn we weer even. Nou, ik heb de boel aan de kant. Zoals jullie zien, alles glimt en blinkt weer. De vaatwasser, die draait. Dat is denk ik ook wel te horen. En ik heb de vloer aangeveegd met de rubberen bezem. Dus die is ook weer tot zover schoon. Maar ik weet niet of ik jullie al had verteld dat ik gisteren telefoon heb gekregen. Gisterochtend vroeg. Van Linda, waar ik ook mijn urine in moest leveren en mijn bloed laten prikken. Nou, daar is dus wel wat uitgekomen. En ik snap zelf niks van hoe dat kan, want ik eet, zover ik weet, toch wel aardig gezond. Maar ik heb te hoge cholesterol, dus nou zit ik daar ook voor aan de medicatie. En waarschijnlijk ook verder mijn hele leven lang, zolang ik mag leven. Van daarboven. Nou, jullie weten dat ik ook COPD heb. En daar gebruik ik Spiriva voor. Dat is... Ik zal hem even pakken. Ik moet het wel allemaal willen. Nou, hij wil niet, wat een rotting. Kennen jullie die? Die moet ik gebruiken, daar moet ik een dingetje in doen en kapot knijpen met het blauwe knopje. En dan moet ik s'avonds innemen. En dan deze. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Ik zal het ook in ieder geval even voorlezen, tenminste de naam dan. Simvastatine, zoiets dergelijks, ja. Dus de ene moet ik eventjes inhaleren. Nou ja, daar zit ik al een aantal jaren aan. En het andere moet ik dus slikken. Ja. En wat ik ook slikken moet, dat is koffie. Dus ik ga even een bakje koffie maken. En ik ga even medicijnen innemen, want ik verga van de pijn. Ja. Maar in ieder geval, het is hier weer schoon, spik en span. Ik heb hier ook mijn eten in. Dat is ook lekker. Dat de zinkel er maar even opwarmen en dan is het smullen. Een stukje vlees heb ik ook nog, moet ik even bakken. Maar dat is zomaar klaar. Even komen jullie. Dat is van de kip. Scharrelkip, krokante schnitzel. Is toch ook lekker? Vind ik wel.
Nou, dan heb ik er twee. Dan heb ik voor vanavond één en morgen weer één. Hoppla. Dus ja, dat gaan we lekker doen. Dat, ik zou zeggen, lieve vriend, dat misschien tot straks. Ik zou zeggen, toedeledokies. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Ja, ik ben nog niet opgemaakt. Ik voel me wel al een stukje beter dan het is geweest. Maar nog niet optimaal. Gaat ook niet in één keer. Ik was nog te sloom om op te maken. En ik zag ook dat mijn ogen nog hier en daar traanden. Dus ja, dan gaat het sowieso niet. Want je zit dan toch in je ogen te wrijven. En dan begint hij ook weer, die oog. Hè? Maar ja, oké. Okay. Ik voel me in ieder geval een beetje beter dan het is geweest. We leven vandaag, even zien, ik zie het bijna niet door de zon. Op 7 februari. Carmen kind zou komen, de huishoudelijke zorg. Het is 12:33 uur. Dus het is donderdag. En ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en natuurlijk de beestenboel. Vrolijk, jullie liggen daar lekker. En Eeuwenietje, mijn prinsesje. Die ligt hier. Ja nou, wat een dikkie dan hè? Ja, die blijft slank, maar ze is altijd heel slank geweest. Maar ja, ze is ietsje aangekomen weer. Ja, dat, ik blijf erbij voeren. Ze is oud. Dat, daar komt het ook door. Ik durf amper te aaien, bang dat ik zeer doe. Maar ik kan er ze kan best wel wat hebben. Hè? Ja, de ruggengraat voel je heel erg. Hè, wijfie? En meneer Kandalf, ik denk dat hij of boven is of buiten. Eén van de twee. Een haar zit eraan. Moet ook weg. Zo. Ja, en ik zou net weer een bak koffie maken en ik ben even met een spelletje bezig. Vind ik even leuk. Het is een stad met een dierentuin erbij en een boerderij heb je, ja. Het is geen Farmville, want dat heet op Facebook en ik zit niet op Facebook. Nee. Niet met mijn telefoon, laat ik het zo zeggen. Ik kan het wel aan Facebook koppelen, maar dat wil ik niet, want dan krijg ik helemaal geen rust. Dit doe ik in mijn rust. Ja, gewoon eventjes mijn hoofd proberen leeg te maken. Moet kunnen. Wat jou, Frodo? Ja, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag, want het is prachtig mooi weer. Als Carmen weer geweest is, moet ik ook nog even weg, moet ik naar de deka. Want Astrid die wil morgen aan de Witlof en even kijken, want ik heb het opgeschreven. Een Witlof en een Gelderse schrijfwilser. Nou ja, oké. Okay. Gaan we dat even halen. Ja toch? Simpel. En ik moet even wat bij de koffie halen, want ik heb helemaal niks meer bij de koffie. En ik krijg morgenochtend ook de dominee op bezoek. Dus ja, wie weet. Hoe dat gaat allemaal. Hij weet dat ik overspannen ben, hij weet dat ik ziek ben. En, hij weet alles, dus ja. Hij weet ook dat mijn mannetje bijna 2 jaar weg is. Want hij is 2 jaar terug ook bij me geweest toen dat hij overleden was. Enkel een beetje later dan het normaal behoort, omdat ik hem niet wist te bereiken. Ik had zijn telefoonnummer niet meer. En ja, als je geen telefoonnummer meer hebt, kun je ook degene niet meer bereiken. En dat is toen gekomen dat ik toen een andere telefoon kreeg. Wil het wel eens gebeuren dat je een aantal telefoonnummers kwijtraakt. Nu was dat ook weer het geval en toen had ik gelukkig Karin van... Jij hebt het nummer, geef jij mij dat even. Want anders kan ik niks beginnen. Nou, dat heeft Karin gedaan en toen kon ik dus even wat doen. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet verder van jullie dag. En ik zou zeggen tot strakjes. Gisteren heb ik trouwens niet gevlogd. Nee, ik had het er niet voor. Ik bekijk het allemaal maar. Dus 1 dag wordt er overgeslagen en dat was woensdag. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Wat je ook doen gaat, ook al is het nog zo klein. Geniet er wel van. Ik zou zeggen, doei doei.
Ja, goedemiddag lieve vrienden. Carmen die is net de deur uit en ik ben aan het renderen, tenminste de computer. Dus dat is van afgelopen zondag dit filmpje. Dus ja, dat komt ook van de week dan wel online. En ik hoop dat jullie natuurlijk veel kijkplezier erbij mogen beleven. Hou jij eens even op. Vlakvermogen. Er komt daar een hele donkere lucht aan. Ik zal het jullie laten zien. Heel donker. Boven zee komt het vandaan. Vanaf zee, laat ik het zo zeggen. Dan moeten jullie nou eens kijken. Nou eens even uit. Kijk nou eens even uit. Zien jullie dat? Dat, niet leuk dus. Nee. En ik moet er nog doorheen. Maar daar is het nog mooi weer. Ja. Daar is het nog blauw. Maar ja, voor hoe lang? Dus ja, ik... Kijk, weet je wat schapenwolkjes? Ja, is nog mooi. Maar in ieder geval... Ik ga me klaarmaken en ik vlieg de deur uit. Ja, hopen dat ik droog overkom enzovoorts. En... Oh ja, is het zo? Nou dan, oh godstikkie, hij wil even gedag zeggen, ja. Mijn vrouwtje moet opschieten, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik ga er vandoor. Doei, doei, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik had maar even wel gewacht tot na die grote regenbui. Maar zo groot was die niet. Het is maar klein, het zijn kleine buien. En ja, en heftig. Dat ik ben wel droog heen en droog over teruggekomen. Ik heb zelfs nog een klein rondje stad gedaan. Ik ben nog naar de Big Bazaar geweest. Moest ik ook nog, want ik had geen keukenrolpapier meer. En ik heb ook nog even dingetjes gekocht. Dat laat ik niet zien. Nee, dat is een Valentijn voor lieve mensen. Waar ik heel veel van hou. Mijn mannetje die kan het niet meer geven. Maar ik heb wel wat uit de naam van mijn mannetje. Gekocht. Dat zit hierin. Ja, in deze zak. Die laat ik wel even zien. Even neerzetten. Maar ja, ik kan jullie niet recht neerzetten. Het staat een beetje schuin, anders valt hij onverwege de lamp. Hij is zo lief. Ja, zo lief. Daar is hij, mijn nieuwe aanwinst. Lief hè? Ja, die gaat op de bank bij Frodo. Hé? Ja, dan gaat gewoon bij Frodo op de bank. Dus die gaan we samen even wegbrengen. Weer het kaartje. Sunkit. Weet ik welke in Engels. Kijken wat erin staat. Die kan open. Nou ja, er staat van alles en nog wat in. Nou, die gaan we er gewoon even afknippen. Uiteraard. Dan moet ik even zoeken. Naar de andere kant. Want het is een plastic dingetje. En dan vind je natuurlijk de andere kant weer niet. Ja, ik voel wel wat, maar dat wordt even gepiel. Schaartje. Even eraf knippen. Geen haartjes mee knippen. Dat is ook niet zo zielig. En zo, die is eraf. Dan moet ik de andere kant zien te vinden. Ik voel hem wel, ik heb hem ook wel, maar dan moet hij tussen die haartjes vandaan willen komen. Daar was hij. Hop. Zo, ruimen we straks weer op. Hé, ja, zo. Vind ik leuk. Toch? Ja, mijn nieuwe kindje, mijn nieuwe aanwinst. Dus. Frodo, mag het nieuwe kindje bij jou? Hé, kijk eens. Wat is dat? Wat is dat? Beertje, oh, is Beertje lief? Oh, wat is lief Beertje, hè? Ach, goeie dan. Jij niet pakken, kusjes geven. Kusjes. Geef Beertje kusje. Nou, lief Beertje. Nou, gaan we mooi neerzetten. Geweldig hoe die dat accepteert. Nou, gaan we die daar neerzetten, zo in het zonnetje.
van de lamp. Nou. Zo. Nou, leuk toch? Hé? Ja, nou, kijk eens daar. Lief kindje, hè? Ja, mag jij verzorgen. Hé? Oh, lekker, hè? Goed toch? Je bent ook lief, hoor. Ja, je bent ook lief, hè? Ja, dat lieve vrienden, ik heb nog meer boodschappen natuurlijk. En ik ga uitpakken. Ik heb wisselof, maar jeetje Maria. Astrid, die wil wel weer wat, hoor. Met de wisselof. Kanonnen. Ja? Als twee nog wat, dit schaaltje. Dus ze mag het wel laten smaken. Toch? Gelderse schijf heb ik ook. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ik ga een bakje koffie maken. Ik heb een bounty mee. Dus ik ga eerst de koffie en een bounty. En daarna... oh ja, ik moet eerst de saté opruimen. Dat moet in de vriezer. Ja, dat gaat in de vriezer. Kijk. Dat moet ik even in de vriezer doen. Dus dat komt goed. Dat... oh nee, dat eet ik vanavond met patat. Is ook zo. Ik heb de hele tijd geen patat meer gehad, dus ik ga vanavond een patatje eten. Ik heb nog wat spersieboontjes over, saté erbij, yummy. Komt goed allemaal, ik zou zeggen tot strakjes maar weer, doei doei. Goedemorgen lieve vrienden. Ja, ik zit met tranen in mijn ogen, maar dat krijg je straks nog te horen. Ik wens jullie in ieder geval weer een welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Het is 8 februari. Astrid die komt vanmiddag. Straks om 11 uur komt de dominee van mijn kerk. Omdat ik dus ziek ben en overspannen ben. Om mijn mannetje en alles. Maar ik heb vannacht nog een ander bericht gekregen. Dat doet me ook vreselijk veel pijn. Eén van een tweeling. Dus dat zijn kinderen van mijn pleegbroer. Mijn pleegbroer die is op 58-jarige leeftijd voor een aantal jaar terug al heen gegaan. Nu is één van de tweeling ernstig ziek. Kanker. Het is uitgezaaid. Ze kunnen niks meer voor haar doen. Ze twee kleine, prachtige kleine meisjes. En een vriend die ze achter moet laten. Ja, dat doet me veel pijn. Ik heb haar nog gedragen de kerk in met de doop. Ja. En nu, ze gaat heen. Nu al 28 jaar, jongens. Wat is dat nou? Leven is oneerlijk. Dus ik zou zeggen, geniet van de dag. Want het duurt maar heel even je leven. Dus geniet van alles. Pak aan en geniet ervan. Hoe klein het ook mag zijn, maar geniet. Ze zeggen lieve vrienden, tot later. Ik weet niet of ik vanmiddag kan vloggen vanwege Astrid kind bij één filmpje blijven. Misschien als het vanavond weer weg is dat ik nog weer even terugkom. Maar dat merken jullie dan wel. Ja toch? Nou, doei doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. De dominee die is net weer geweest. De kopje die staat hier nog. Die zal ik gelijk even opruimen. Die kan hier naar de keuken toe. Zo. Ik heb het daar recht. Voor de verzameling. Ewen die zit lekker te eten. Klein hoopje. Ze smult er lekker van. Kandolf die zit in de hal even met wat lekkers. En ja, ik heb even een fijn gesprek met de dominee gehad. Maar het blijft wel pijn doen, hè, ten alle tijden, ja. Maar oké, nou is het weer wachten op Astrid. Nou ja, die kan half één komen, die kan 1 uur komen. Ik weet niet, we merken het wel. En dan zo'n beleven. Ja, dan... kijk ik wel of ik kan vloggen tussendoor. Oh ja, wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Nou, ik heb gisteravond heb ik al aan het snijden geweest. Kijk, witlof. Ga ik straks koken.
En wat hebben we er voor vlees erbij? Dat zal ik ook even pakken. Het wil niet. Kom op. Hup, andersom. Een Gelderse schijf. Dus ja, lekker. Dat gaan we vanavond eten. Dus, het komt allemaal goed. Van de chick, ik zie mezelf niet. En ja, het is hier al slecht weer. Het regent, het waait hard. Het is koud, zei de dominee. Die zei al, wees maar blij dat je binnen blijft, want het is echt gemeen koud. Ja, ik weet het niet. Ik ben enkel buiten geweest om vrolijk zo'n wc op te ruimen. En verder is niet. En ja, tussen die schuttingen, daar sta je toch wel wat in de luwte. Dus ja, dat voel je dan 1, 2, 3 niet. Ja, kut en jas aan dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Want jullie weten het, het duurt maar even. Jullie leven, ons leven. We mogen er net zo lang zijn totdat God ons ophaalt. Ja, en het kan een jaar wezen dat je leeft, maar het kan ook 100 jaar zijn dat je leeft. Je weet het niet. Nee, dan moet ik nog niet zijn ook. Gezondheid. Zo, goeiedag. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, Astrid die is net weer weg. De boel is hier alweer opgeruimd, netjes in elkaar gezet. We hebben heerlijk gegeten en er zit er nou nog eentje te eten, onze prinses Eowyn. Die zit lekker te happen. Frodo die heeft nog steeds zijn droge brokken van vanochtend over. Daar is hij niet aan geweest. En dan krijgt hij straks vlees doorheen. Hij heeft nu ook wel weer zijn kap op. Ja, zijn lampenkap. Waarom? Nou, meneer had weer een klein plekje op zijn kont weten te vinden. Te weten te krijgen. Hé? You know? Ja, weer een plekje. Kijk. Daar. Nou, om dat weer gelijk te verhelpen, dat hij er niet aan kan komen, kap hem. Simpel zat. Ja, gaat maar eens een keer. Dus ja, dat komt vanzelf wel weer goed. Moet hij er maar afblijven. Ja toch? Kandolf is boven, die zit achter de deur dus, want die hek dicht vanwege Eowyn. Ik ga zo nog een bakje koffie maken. En kijken wat de avond me gaat brengen. En voel ik me goed? Nou, dat zie je wel, hè? Nee, dus. Echt niet. Ja, het is ook niet niks wat je dan weer krijgt te horen. Dat met het meisje. Ja. 28 lentes, jongen. Dan al moeten weten dat je leven ten einde loopt. En dat je twee kleine kindertjes achter gaat laten met een vriend. Ik vind het maar wat erg. Maar oké, lieve vrienden. Geniet nog verder van jullie avond. Ik kom niet terug, dus... Nee. Ik vind het wel genoeg. Morgen weer een dag. En dan hopen we kijken wat die ons brengen zal. En we merken het wel. Ja, toch? Ik zou zeggen, geniet van alles. Doei, doei.